Hier is de Nederlands-Vlaamse afdeling van de Vaticaanse Radio in een extra uitzending voor Radio Hasselt. Luisteraars, 21 juni 1961, 80ste verjaardag van monsieur Dr. Hubertus Noots, algemeen abt van de Premonstratenserorde. Een zowel in België als Nederland zeer bekende persoon. Monsieur Noots, u zit nu voor een kort vraaggesprek tegenover me in de studio. Voor alles zou ik u graag mijn hartelijke gelukwensen willen aanbieden dat God u zo lang heeft gespaard in een leven van grote dienstbaarheid aan hem. Dit is een van de grote gunsten die zijn oneindige goedheid ons schenken kan. En op deze dag delen we allen in uw blijdschap hierover. Vindt u het goed dat ik u nu enkele dingen vraag omtrent uzelf en omtrent uw eigen ambt? Heel graag, vader. Eerst omtrent uzelf, als u mij veroorlooft. U bent Limburg, nietwaar? Ik ben Limburg, geboren te Neerpelt. In het jaar 1881 heb ik gestudeerd te Beringen en het Lidseminarium van Sint-Truiden. En in 1903 ben ik ingetreden in dat bij van Tongerlo. Ik heb daar mijn noviciaat gedaan en ben in 1906 naar Rome gezonden voor de studie der theologie. En van 6 tot 10 ben ik daar geweest. Teruggekomen in het jaar 10 in België heb ik voor 3 jaren de heilige theologie onderwezen en verder ben ik de provisor geweest van de abdij, bijzonder gedurende de Eerste Oorlog tot 1920. In 1920 werd ik gezonden naar Rome als procurator-generaal der orde en sindsdien ben ik altijd Rome gebleven, eerst als procurator en later als generaal vanaf september 1937 tot heel toe. Juist. Tijdens uw vele jaren in dienst van de Heilige Stoel hebt u ook belangrijke opdrachten te vervullen gehad in verschillende landen van Europa, nietwaar? Jawel, er waren. In welke landen was dat? Ik ben gezonden geweest als visitaat van de Heilige Stoel naar Zwitserland, naar Oostenrijk, naar Holland, naar België, naar Hongarije, naar Tsjechoslowakije, naar Polen en Frankrijk ook, ja. Nou, juist. U bent nu consulter van de voorbereidende commissie der religieuzen voor de aanstaande algemene kerkvergadering. Jawel, pater. Ik ben consultor, zoals ik ook consultor ben, sinds lange tijd, van de congregatie der religieuzen. En dit van de pontificale werken van de propaganda fide in Rome. Sinds 1923. Hebt u ooit gelegenheid gehad, of hebt u dat nu nog, om in uw geboortedorp terug te keren? Ja, waarde pater, zolang mijn ouders leefden, ben ik regelmatig teruggekeerd. Maar mijn familie ben helemaal weg uit mijn geboortedorp. Nu kom ik nog zelden daar, hoewel ik zeer gehecht gebleven ben aan mijn geboortedorp en mijn medeburgers. Ja. Want familie heeft was er talrijk en heeft er die wortelen geschoten. Monsieur Noots, mijn hartelijke dank voor het beantwoorden van mijn vragen. En ook nogmaals, mijn oprechte gelukwensen bij deze 80ste verjaardag. En datgene wat ik u toewens, dat is dat God u en de orde waarvan hij het bestuur aan u heeft toevertrouwd, mogen doen uitgroeien tot die hoogte van volmaaktheid waartoe hij u iedere dag opnieuw roept en uitnodigt. Beste dank, waarde pater. Luisteraars, dit was de Vlaams-Nederlandse afdeling van de Vaticaanse Radio in een speciale uitzending voor Radio Hasselt. Wij komen voor u terug in de Vaticaanse uitzendingen in uw eigen taal, iedere maandagavond, woensdagavond, vrijdagavond en zondagavond, iedere keer om 22:15, 9:45, golflengte 196 meter. Geloofd zij Jezus Christus.